Dit filmpje zal ik je laten zien hoe je PDF-bestanden op je tablet kan zetten. En daarmee begin ik om dat te doen vanaf een website. En om dat te doen gaan we naar Chrome. Die zit rechts onder in beeld naast de Google Play Store. Dit ronde knopje. We komen gelijk in Google en ik ben al een stap verder, maar ik zal even een stapje terug gaan. Naar de homepagina. Je kan, als je hier iets anders hebt staan, wat natuurlijk logisch is, dan ga je even zo. En dan tik je hier ggms.nl in. En go. En dan kom je op de website. Vervolgens ga je in dit geval naar de bladmuziek, want wij willen naar bladmuziek toe. En dan heb je een voorbeeld van de bladmuziek die erop staat. En laten wij een voorbeeld nemen. Ik klik hier gewoon willekeurig aan. Papyrossen, die wil ik graag bekijken. Die is die nu aan het downloaden. En voilà, hij staat dus nu in de Foxit Reader. Hij staat in een reader, dus in dit geval de Foxit Reader, want die heeft een voorkeur. En dan kunnen we hem er gewoon bekijken en spelen. Dat is eigenlijk alles. Als we nu één stap terug gaan, dan zien we dat hij niet hier staat, in deze rij. En dat komt omdat de bestanden worden gedownload in een andere map, in de download map. En dit is de Foxit map. Dus we gaan even naar mappen. Ik zal het nog een keer laten zien hier. Mappen, alle PDF's stond hier op. En we gaan naar mappen en PDF's. Want hij moet naar een andere map verplaatst worden. Dan gaan we één stapje terug. Dat is helemaal hier naar deze pijl met een nulletje. Dan komen we hier in een schema met allemaal mappen. Dan gaan we naar de download map. En daar staat Papyrossen. En daar klikken we op. Dan wordt hij zichtbaar. Maar dat gaan we niet doen. We gaan hier op dat vierkantje met dat rechtsboven met dat vinkje tikken. Dan komen de vinkjes tevoorschijn en dan tik ik op Papyrossen en een vinkje. En dan zeg ik dat we hem gaan verplaatsen. En we gaan hem verplaatsen. Dan gaan we hier een stap terug naar de map Foxit. En dan klikken we op verplaatsen. En nu is hij hier weg. Dan gaan we een stap terug. Nog een stap. Zo. En als we nu op Foxit tikken. Dan komt hij hier tevoorschijn, Papyrossen. Nu staan hier die mappen nog. En die kan je weer weghalen door rechtsboven op die drie puntjes te drukken. En alleen PDF's te laten zien. En nu staat hij er gewoon tussen. Nu heb je hem dus op je tablet gezet. En kan je hem dus ook zonder dat je verbinding hebt op wifi, kan je hem overal spelen. Net als deze andere nummers die hier staan. Ik zou dat nog met een ander voorbeeld laten zien. Dus laten we zeggen, nou je kan het overigens, dit is natuurlijk bladmuziek van mij, maar je kan natuurlijk als je teruggaat ook bladmuziek van Paul Vermuijen erop zetten. Dus dan ga je bijvoorbeeld naar Après de Mar Blonde. Nou, die wordt hier gedownload. En dat ziet er zo uit. En dan geldt weer hetzelfde als je die. Hij haalt zeg maar vrij. Als je weer terug het menu wil laten zien, dan tik je gewoon even op het scherm. En dan komt het menu weer terug. Maar als je speelt is het fijner als het menu weg is. Nu gaan we weer hetzelfde doen. Dus we gaan een links boven op het pijltje drukken. Ho, ik was te laat. En we klikken op rechtsboven drie puntjes mappen en PDF's. En wij gaan linksboven naar het pijltje met de nul. Gaan naar download. En daar staat Après Mar Blonde. We drukken op het vinkje met het vierkantje. Zetten een vinkje in Après Mar Blonde en klikken op helemaal onderaan op verplaatsen. En dan verplaatsen hem. Gaan we een stap terug, want hier staat hij. Verplaatsen hem naar Foxit in dit geval. En dan klikken we op bevestigen en dan is hij weg en staat hij vervolgens. Oh, staat hij vervolgens hier bij Foxit. Après Mar Blonde. Daar kan je op tikken en dan krijg je hem te zien. En dan maakt hij deel uit van je systeem. Zo kan je dat dus doen.
Dan heb je in dit geval direct vanaf een website de bestanden toegevoegd. Je kan datzelfde ook doen vanaf de mail. Dus als je naar een mailprogramma gaat, ik ga even naar Gmail. Daar heb ik bladmuziek aan mezelf gemaild. Dus ik ga nu in dit geval deze Oral Rowan Tree downloaden. Dat heb ik gedaan. Dat is klaar. En ik zet deze Instillerstoende er ook bij. Dat is ook gebeurd. En nou ga ik wederom naar die downloadmap via Foxit PDF. En ik zit nu in de map van Foxit. Dus ik ga één stap terug. Dat doe je door dat pijltje met die rondjes. En dan zie je bij downloads dat er twee bestanden staan die ik net gedownload heb. En die ga ik weer op dezelfde manier. Het vierkantje met een vinkje tik ik op. Ik tik ze aan. Helemaal onderaan de pagina ga ik naar verplaatsen. Ik tik één bestand terug. En ga naar Foxit. En plaats ze in die map. Op zich hoeft dat niet trouwens. Je hoeft ze niet per se daarnaartoe te verplaatsen. Je kan ook ze in de downloadmap laten staan. Eigenlijk kan je ze overal laten staan. Want hij leest ze allemaal als je dat wil. Want ik zal je een ander voorbeeld geven. Ik heb hier bijvoorbeeld ook Adobe Acrobat op staan. Die zal ik even aantikken. En daar heb ik gekozen om alle bestanden op dit apparaat waar PDF achter staat, om die erop te zetten. Dus dan zie je. Even kijken, hier heb je de bestanden in Foxit staan. En even een stap terug. Hier staan de downloads. Even kijken, die heb ik net weggehaald. Dus nu staan de bestanden die in Foxit staan, staan dus nu hierop. Dus dat, zowel de welkom, de bestanden in de downloadmap als in de Foxit map staan erop, zoals je kan zien. Dus daar staat bijvoorbeeld ook het bestand in Aprema Blonde, wat ik je net liet zien. En als je het in de Adobe Acrobat Reader laat zien, ziet het er zo uit. Dan kan je ook de dingen eromheen wegtikken. Dan ziet het er zo uit. En het is eigenlijk hetzelfde soort programma als Foxit Reader, alleen een beetje anders. Het heeft weer wat andere dingen. De menu's staan een beetje anders en je kan weer andere dingen. Maar voor de rest, ik tik weer even hier beneden. En is dat hetzelfde? Er zijn twee voorbeelden van Adobe Acrobat en Foxit PDF van readers die bladmuziek kunnen lezen. Nou, dan heb je nog een derde manier. Dat is opslaan, je bladmuziek uit de cloud halen. Ik ga even terug door het pijltje links te tikken. Dan kom ik bij documenten, dan ga ik naar documenten. Dat tik ik op de menubalk. En daar staat de cloud tussen. Je kan ook bestanden die je in de cloud hebt geplaatst downloaden. Dat doe je door op de cloud te tikken. En je klikt op, als je in Foxit Drive hebt staan, klik je daarop. Maar als je een cloud wil toevoegen, druk je hierop. Nou, en daar staan een aantal voorbeelden. Als je je bestanden in Dropbox hebt staan, in OneDrive of in Google Drive, dan tik je daarop, bijvoorbeeld in Google Drive. En dan zegt hij waar, op welke account hij je moet aanmelden. Nou, dat is in mijn geval niet interessant, want ik werk niet op mijn eigen. Dit is niet mijn eigen tablet, dus daar kan ik mijn cloud niet op aansluiten. Want dan haal ik allerlei informatie overhoop van degene van wie deze tablet is en die wordt er niet zo blij van. Dus dat is eigenlijk de derde mogelijkheid om je informatie, je bestanden op je tablet te zetten. Dat zijn eigenlijk de drie manieren. Deze methode is kosteloos, want zowel Adobe Acrobat als Foxit PDF zijn gratis readers. En ook in de cloud kan je heel veel gratis opslaan. Dus tot zover manieren om je bladmuziek op je tablet te krijgen.